Uw woning is voorzien van een warmtepompsysteem, voorzien van een vloerverwarmingsinstallatie. De vloerverwarmingsinstallatie zal nu en dan bijgevuld moeten worden. Het zou kunnen dat uw warmtepomp in storing is gevallen en u heeft op uw kamerthermostaat een storingscode gekregen. Dit kan bijvoorbeeld storingscode A019 of A020 zijn. In dat geval kunt u het beste controleren of de druk in uw vloerverwarmingssysteem te laag is. Want als die te laag is, gaat uw warmtepomp in storing. Het bijvullen van uw vloerverwarmingsinstallatie doet u in de regel in de ruimte waar uw warmtepomp gemonteerd is. Daar vindt u ook de vloerverwarmingsverdeler. Als u goed kijkt, dan ziet u op deze vloerverwarmingsverdeler een manometer en een temperatuurmeter. In dit specifieke geval zijn er twee wijzertjes te zien. Eén is de temperatuur waarop de vloerverwarming draait en de andere is de druk in het systeem. Belangrijk is te controleren of de druk in uw vloerverwarmingsinstallatie goed is. De druk van de vloerverwarmingsinstallatie dient 2 bar te zijn. Niet veel meer, maar ook zeker niet veel minder. Als u de manometer controleert en u ziet dat de druk te laag is, bijvoorbeeld onder de 1 bar, dan is het noodzakelijk om dit even bij te vullen. Dat is iets wat u eens in het jaar, eens in het 2 jaar wel eens zou moeten doen en dat geeft geen problemen in de vorm dat er een lekkage is of iets dergelijks. U heeft een vulslang nodig, u heeft een emmer nodig en voor de zekerheid een vaatdoek of een handdoek. Ik ga u uitleggen hoe u op een makkelijke manier de druk van uw installatie weer goed kan krijgen. U pakt uw vulslang en die sluit u aan op uw vulkraan. De vulkraan is in de meeste gevallen in de buurt van de vloerverwarmingsverdeler gemonteerd. In sommige gevallen wordt deze vulkraan ook gebruikt door uw wasmachine. In dat geval moet u even de kraan dichtdraaien en de wasmachineslang afkoppelen. In dit geval hebben we een vrije kraan. Ik pak 1 kant van de vulslang en die draai ik op de kraan. Een paar slagen erop, zodat u voelt dat de wartel vast zit. En die kunt u gewoon handvast draaien. U ziet op de installatie 2 vulpunten. Dit zijn 2 vulpunten, omdat de installateur ook de installatie moet kunnen spoelen. U pakt het bovenste vulpunt en daar draait u alvast het afdekkapje vanaf. Vervolgens pakt u de emmer en hangt heel even de slang in de emmer. We moeten namelijk eerst de slang gaan vullen om te voorkomen dat we heel veel lucht in de installatie drukken. Ik draai de kraan open. Totdat er water uit mijn slang komt. Draai de kraan dicht. Hou even mijn vinger op de slang. En zet vervolgens de slang op het vulpunt. U draait het vulpunt weer handvast. En vervolgens zet u de vulkraan open. Een halve of een hele slag is meer dan voldoende. Vervolgens ga ik terug naar de vulkraan en dan ziet u in dit geval is de onderkant van het afdekkapje direct ook de aansluiting van het kraantje. U drukt deze aan de onderzijde van de verdeler en vervolgens kan ik het kraantje op deze manier opendraaien. Als het goed is hoort u nu het water stromen. Terwijl het water stroomt, hou ik de druk op de meter goed in de gaten. Ik zie de druk oplopen en ik wacht totdat de druk op 2 bar staat. De meter staat op 2 bar. Ik draai vervolgens de vulkraan weer dicht. Vervolgens sluit u de vulkraan. Vervolgens draaien we de wartel los. Daar staat nog een beetje druk op, schrik daar niet van. En hang de slang in de emmer. Ik zet mijn kapje dicht. En vervolgens draai ik, terwijl het einde van mijn slang nog in de emmer hangt, op de kraan los. Op deze manier loopt mijn slang netjes leeg in mijn emmer. Zo, de installatie staat op druk.
Afsluiters zijn allebei weer dicht. Vulkraan is gesloten. Ik hang mijn slang terug en de klus is geklaard.